Younes zat er goed tussen. Is dit geen buitenspel voor Dolberg? Dan krijgt Ajax zijn eerste enorme kans. En is Marsman de man die dat weet te voorkomen dat het meteen ook een treffer wordt. Goed zijn doel uit Marsman. En geen andere opties blijkbaar voor Dolberg. Dolberg, twee man kwijt, drie man kwijt, Dolberg. En dan ook nog schieten. Goeie actie van Kasper Dolberg. Zie je. Goeie paas op Younes. Die wordt keurig verdedigd. Ziyech met een pracht van een opening op Traoré. Traoré. Klaassen. Veldman. En dan in één keer geprobeerd door Ziyech. Die vervolgens de tegenstander omver loopt. Ziyech. Daar wacht Veldman. Ja, prachtig zeg. Daar is over nagedacht. Dat is besproken. Dat is... ook geoefend. Helemaal vrij uit de hoekschop. De volley van Veldman. Jensen, goed gedraaid. Bococcio. Klieg. Veldman die levert zo in bij Bococcio. Celina, ook makkelijk om Veldman heen. Bal weggekopt door Viergever en dan Mokotjo die te wild schiet. Twente, goede aanval. Makkelijk hoor, trouwens daar aan die linkerkant. Maar Mokotjo besluit wild. Schöne, nu zit er misschien wat meer in. Traoré en nu? Ja, probeert hij daar in een hoek die eigenlijk niet meer open was. Ter Avest laat daar Younes ruim achter zich. En de voorzet op Unal, die toch helemaal vrij staat. De bal daar kan binnenkoppen, maar dat ook behoorlijk nalaat. Goeie kans voor Twente. 41 minuten gespeeld. Als daar de voorzet komt en Traoré weet te mis. Ja. Met links en dan schiet je hem eigenlijk steeds verder van het doel weg. De crosspaas van Sanchez. Prima aangenomen door Younes. Younes voorbij Ter Avest en dan de bal teruggelegd. Zo moet dat dus. En Klaassen kan hem net niet onder controle krijgen. Slordig. Celina heeft de bal over de zijlijn laten lopen. Dat is toch wel merkwaardig. Snel gegooid. Is ruimte voor Traoré. Wat doet hij ermee? Traoré met links. Traoré. Nee. Klaas. Traoré. Zie je. Doorgelopen is Klaassen. En dan nu het balletje terug op Younes en die scoort. Nou, dan verdubbelt hij zijn productie meteen van het hele seizoen. Want zo is het. Maar het is geen onbelangrijk doelpunt. In de 55ste minuut. En met rechts naar binnen gekomen vanaf de linkerkant. En dan heeft het dus nut. Ziyech, goed ertussen. Younes, Dolberg nu geven. Juist, Dolberg, ja! Zo hoort dat dus en Dolberg maakt dat perfect af als hij de bal maar krijgt. En hij kreeg hem nu, precies op tijd. Halverwege de tweede helft. Het past er precies. Maar meer heeft hij ook niet nodig. Goed, fel. En dan zou Twente nog wel eens grotere achterstand kunnen krijgen. Omdat die schitterende solo van Ziyech ver reikt. Maar net niet ver genoeg. Klaassen. Viergever.
Younes. Paasje op Ziyech. Ziyech nu wel raak. Nou, dan is hij raak voor Dolberg en het mag. Ja, daar staan ze allemaal van, is dat geen buitenspel? Nee. De grensrechter geeft dat niet aan. Dus is het een treffer. Dus eindigt het hier met een donderend applaus van de Ajax-fans. Voor de, zeker in het laatste gedeelte van de wedstrijd, overtuigende prestatie van Ajax.